my name is Joe en welkom bij een heel duistere, deprimerende let's play vandaag. En dat is van... Ah, kijk eens aan. De nacht was kalm. Schitterend. Van een game genaamd This War of Mine, The Little Ones. Het is eigenlijk This War of Mine, want de game is al sinds eind 2014 uit voor PC. Maar komt dus nu ook naar de grote consoles, of toch de moderne, de current-gen consoles, zeg maar. Dat zijn dus PS4 en Xbox One. Uit vanaf 29 januari, voor alle duidelijkheid. Dat zei ik er nu al meteen bij. We gaan deze botige kerel, Bruno heet hem, een beetje laten werken aan de upgrades. Het is een game die zich afspeelt tijdens een oorlog. Het is geïnspireerd door de Bosnische oorlog zelfs, meer bepaald. Uit de jaren 90. Oeh, ligt er hier, gaan we eens kijken. En het interessante aan deze game is dat alles verteld wordt uit het perspectief van burgers. Dus meestal vechten conflicten echt uit aan de hand van slagen zelf uit te voeren. Aan de kant van het leger dus bijvoorbeeld. Maar dit is dus toch wel in dat opzicht heel origineel. En This War of Mine, The Little Ones, bevat ook meteen eigenlijk een uitbreiding waarbij je ook moet zorg dragen voor kinderen zelfs. Dus hen ook een beetje te vrijwaren van alle miserie die er gaande is tijdens oorlogssituaties. Oeh, er is iemand aan de deur. We gaan meteen eens kijken wie er aan de deur is. Dat is iemand dat komt om te handelen. Het is een survival-achtige game, zeg maar. Waarbij je dus moet, zoals hier overdag, dingen craften, van alles maken. Soms ook dus onverwacht met mensen omgaan die aan de deur komen te staan. Er is zelfs, ik heb eens meegemaakt dat er kinderen aan de deur kwamen en medicijnen kwamen vragen voor hun moeder die op sterven lag. En dat was echt verschrikkelijk om nee te zeggen, want ik had gewoon geen medicijnen zelf bij. Dat is uit een andere speelsessie, daar kan ik nu niet te veel op ingaan, maar dat was redelijk devastating in het Engels. Verwoestend, dat deed echt geen deugd om die mensen, om die kinderen weg te sturen. Goed, stel ons voor dat we nu zo'n lockpick willen. Voilà, en een van zijn lockpicks, die ik eigenlijk ook zelf kan craften, maar goed. Wegens tijdsgebrek en denk tekort aan supplies nu ook, omdat we die upgrade hebben doorgevoerd met Bruno, moet ik een beetje ruilen met deze kerel. Ik heb wel geluk dat hij nu langskomt. Lockpick voor 5 suikerklontjes, zegt hij. Is goed, deal. Eens kijken of we daar nog iets anders kunnen bijgooien. We hebben hier nog verband, hè, om wonden mee te verzorgen. Een beetje eten, dat is dan canned food, dus eten uit blik. Medicijnen, die zijn waarschijnlijk super duur. Kijk, you gotta be kidding me. Dit gaat echt heel veel kosten, dus dat gaan we niet kunnen doen. Ik ga je eruit nemen. Ik denk dat we het daarbij gaan houden. We gaan gewoon dat al doen. Ziezo. En we gaan zeggen, tot ziens. I hope snipers won't see me. Allee, dag hè. Dus nu hebben we wel een lockpick natuurlijk gekregen. En daarmee kunnen we wel een deur gaan open doen misschien. Want in dit gebouw, dat trouwens ook blijkbaar wel degelijk willekeurig gegenerate wordt. Want in mijn eerste speelsessie had ik ook een ander huis. Dit is echt meer zo een appartementsblok, zeg maar. Klein blok. Of alsjeblieft een zeer groot huis. Kan je dus wel degelijk nog kamers ontdekken en daar ook nog supplies vinden, zoals hier nu. Wat zit hierin? Boeken, suikerklontjes en nog herbs, nog kruiden. Dus alstublieft, toch iets gevonden. We gaan eens kijken wat er nog allemaal te doen valt met al die andere survivors hier. Dus Katja heeft bargaining skills. Het is daarom ook dat ik haar de deur heb laten open doen. Zij kan misschien makkelijker ook deals sluiten. We hebben hier Bruno, good cook. Dus die laat ik dan vaak ook koken. En Pavle is een fast runner. Dus die stuur ik dan graag ook uit naar... s'nachts naar andere schuilplaatsen om daar te gaan scavengen. Maar dat gaan we straks tonen. Er is dus een dag- en een nachtfase. Dus de dagfase is vooral herstellen, wonden slikken. Niet wonden slikken, maar wondes likken, voor alle duidelijkheid. Dingen craften. Ik zal eens kijken of we nu hier iets kunnen craften, want ze hebben wel wat honger, heb ik de indruk. Ik kom een beetje hout tekort. Dat is niks. Ik heb ook wel geen groenten om een goede maaltijd te maken, dus het gaat echt standaard worden. Maar ik heb wel boeken, een beetje hout. Hout, kijk.
gaan één hout hierin steken. En dan... Nog een hout. Nog een hout, want we hebben twee hout nodig voor een maaltijd te maken. Die maaltijd gaan we meteen ook nu... hier craften. Voilà. En we gaan eens kijken wie er honger heeft. Bruno heeft honger, is lichtjes ziek, moe. Katja is ook moe. Je moet ook kiezen wie je eigenlijk achterlaat s'nachts. Dus ik stel voor dat Bruno sowieso gaat rusten, want die is ziek en moe. Dus dat is voor mij al duidelijk een teken van, oké, die man moet rusten gewoon. Aangezien dat Pavle gaat uitgaan op... ik weet het niet hoe. Op rooftocht, zeg maar, ga ik hem de maaltijd laten eten dus s'nachts. Dus hij gaat deze maaltijd verorberen. Hopla, 3. Voilà, honger is weg. En dan heb ik nog... wat heb ik nou allemaal van eten? Daar zie je het onderaan in de koelkast. 5 voedsel. Geen canned food, geen groente. Dus ja, dat is echt standaard. Ik ben al blij dat ik zelfs iets kan doen voor de rest. Dus wat dat we gaan doen om toch nog... sorry. Om toch nog zeker te zijn dat een van die twee iets gegeten heeft, is... nee, kan niet. Ik kom water tekort. Ik kom water tekort en hout. Allee, goed. Brandstof. Fuel. Dus ja, dat kan ik in principe doen, maar het heeft niet veel zin, want ik heb dus eigenlijk, ja, sowieso toch water tekort. En die handelaar is al weg, die is vertrokken. Dus we kunnen niet veel meer doen. Voor de rest kan je kijken bij driehoekje, de PS4-versie althans, wat er zo precies allemaal aan de gang is, wat je nog ontbreekt. Wat er dus eigenlijk aandacht nodig heeft. En hier zie je dus, we hebben maar één stoel, we hebben bedden. Dus die bedden, dat is allemaal gecoverd. Dat is goed. Als er iemand ziek wordt, dan hebben ze een plek om te rusten. We hebben een radio. Dus ik heb ook een radio gemaakt. En dat helpt om hun toch een beetje ook mentaal de sfeer er nog wat in te houden. Want ja, goed. In die oorlogssituaties is het sowieso al moeilijk genoeg. We missen boeken, dus ik zou eigenlijk meer boeken moeten hebben. Wat heb ik hier nog? Koffie en sigaretten zijn eigenlijk luxegoederen. In deze tijden toch. Dus die moeten we echt hebben. In het geval van... hè. En voor de rest, we have breaches in the walls. Our shelter is not safe and we have to constantly be on guard. Dus eigenlijk zou ik moeten ook de boel een beetje oplappen, maar goed. Wat dat we nu gaan doen om de tijd een beetje te sparen, want ik denk ook dat we alles zo wat hebben gedaan in deze dag. Ja, kijk, we zijn 4:30 nu al, 16 graden buiten. Is dat we dus gaan skippen, dus end day. Yes, en nu kunnen we dus... s'nachts erop uitgaan. Hier komt het survival element helemaal tot zijn volste recht naar boven. Je ziet ook 12-12 slots bij Pavle en Katja. En Bruno heeft er maar 10, maar die is toch ziek. Dus wat dat we gaan doen is... Bruno gaat slapen. Katja gaan we doen het huis bewaken. Want s'nachts kan onze plek ook wel degelijk overvallen worden. Geloof het of niet. En hij gaat scavengen. Ziezo. En dan kunnen we hier nog een plek kiezen waar we gaan scavengen. En je ziet er ook meteen wat er te rapen valt en of het al dan niet gevaarlijk kan zijn. Hier staat bijvoorbeeld caution advised. Hier kunnen potentieel vijanden zitten. Hier is gewoon rechtuit gevaar, staat hier ook op. Caution advised, lots of parts, lots of weapons, huge amounts of materials. Ik stel voor dat we, om het spannend te maken, eens naar de kerk gaan. Beetje voet, veel materiaal, veel medicijnen, veel onderdelen, eventueel handelen. Caution advised. De garage of de kerk. Pak de kerk. Voilà. Je kan ook iets meepakken als je wilt, zoals wapens, want je kan dus ook wapens craften of vinden. Soms kapotte wapens, zoals pistolen, die moeten hersteld worden dan bij, ja, in het thuisfront, zeg maar. In je safehouse. Maar ik heb geen wapens, dus we gaan het gewoon overslaan en meteen scavengen. Ik heb geen crowbar. Je kan dus ook een koevoet maken om makkelijk deuren open te breken en kastjes open te breken. Enzovoort. Tja. Wat dat trouwens natuurlijk deze game ook heel... oh, dat is om weg te gaan, dat gaan we niet doen. Heel intens maakt en vooral emotioneel nogal impactvol kan zijn. Wat gaan we hier mee pakken? Niet te veel natuurlijk. Voilà, wat hout en een beetje materiaal, daar gaan we het bij houden. Is dat er, ja, de acties die je echt s'nachts en overdag meemaakt, een mentale impact ook kunnen hebben op... je survivors. Ik weet, ik heb het spel 3 uur gespeeld de eerste keer dat ik het heb opgezet en oh, ik moest echt rusten, want er waren echt zoveel slechte dingen gebeurd in het spel dat je echt iets had van wauw. Dus hou zeker een feel-good film
achter de hand voor na je speelsessie van This War of Mine, The Little Ones, want het kan een vrij deprimerend spel zijn. Om een voorbeeldje te geven, ik had echt nood aan eten. Ik had geen eten in een bepaalde speelsessie. Oh, kijk hier ook. Welcome, we have been robbed recently, so we have little left. Dus dan kan je kiezen of je oftewel gaat handelen met die mensen. My flock sleeps beneath the church. Please do not disturb them. Dus die heeft volk dat daar slaapt. Please do not disturb them, zegt hij. En ik ben wel gewoon tot aan naar beneden gegaan. En je kan je dus eigenlijk beginnen stelen als je wil. Maar dat kan dus ook heel nare gevolgen hebben. Die mensen bijvoorbeeld, die gaan hier waarschijnlijk kwaad worden. Of niet. Shall we trade? Laten we eens kijken wat dat die mensen allemaal heeft. Lockpicks heeft hem. Parts. Koffiebonen. Sigaretten. Maar ik heb echt niks om te handelen, want ik heb niks meegepakt. Dus I hope you'll change your mind. Ja, dat is goed. Om een voorbeeldje kort te geven, voordat ik hier iets ga proberen mee te pikken toch. Ik had echt nood aan eten in een vorige speelsessie. En wat ik dan heb gedaan is het huis van een ouder koppel gaan bestelen. Die mensen die schoten in paniek, want ik wou eigenlijk eerst er heel geruisloos binnendringen en gewoon achter hun rug af van alles pikken. Zonder dat ze mij door hadden, maar ze hadden mij dus wel door, want ze hoorden de deur. En ja, goed, ze hadden mij door. Ze zijn dan meteen naar boven gelopen. Ze hebben zich verstopt in een kamer, ik denk in een badkamer. Ik heb daar van alles gepikt. Maar een van mijn personages was niet echt... Sawblade nodig. Die was niet echt tevreden natuurlijk over... Here lies Roxy, the best dog in the world. Wat heeft hij gepikt, maar die survivor nogmaals, dus voor de laatste keer nu. Hè, dat dus dat was gaan doen, die voelde zich zo slecht dat hij uiteindelijk depressief werd en iets later zelfs... niet weggaan. Uiteindelijk is gaan lopen gewoon. Die heeft gewoon mijn hideout verlaten na, denk ik... Ik weet niet hoeveel dagen, waren het er? 7, 8, 9 dagen. Het is gewoon weggegaan, is nooit meer teruggekomen. En nog straffer, toen dat ik de tweede keer ben teruggegaan naar datzelfde huis om de rest nog allemaal te gaan pikken en dat huis gewoon leeg te roven, lag dat koppel dood in bed gewoon. Dus die waren gewoon eigenlijk omgekomen van, verhongering. Niemand had zich nog bekommerd om die mensen en die zijn gewoon gestorven. En dat maakt dus echt wel een zwaar spel, mentaal vooral. Om maar te zeggen... Toen ik de game uiteindelijk 15 dagen ver had kunnen laten halen, dus dat ik toch wel aanzienlijk wat had kunnen doen. Allemaal afval. Dat ik toch wel zo lang mogelijk had kunnen doen overleven, was mijn tweede survivor gestorven omdat we 's nachts waren overvallen. En door de verwondingen was die overleden uiteindelijk. Dat was die Katja, dus waar we nu ook mee spelen. En mijn derde personage, dat is die Bruno, die was uiteindelijk helemaal alleen. En zodanig depressief van alles wat er gebeurd is, dat hij gewoon een bepaalde dag zei voert en die heeft zich gewoon opgehangen. En dat was het einde van mijn speelsessie. Dus het is... Het kan een ongelooflijk deprimerend, depressief spel zijn. Dat is de bedoeling ook. Het is daarom niet minder goed ontworpen. Hè. Ik zeg het is een originele game. Ik heb nog nooit iets gespeeld eigenlijk dat er anders nog op trekt. Het is uniek in zijn genre. Maar oh mijn god. Echt opnieuw, gewoon de raad is... Hou een feel-good film echt achter de hand om na je speelsessie dat toch te bekijken en wat beter te voelen, want het kan mentaal echt wel een zware game zijn en ik kan mij inbeelden dat er toch, of ik hoop toch, dat er bij de manuals, de boekjes die er misschien zitten bij This War of Mine, dat er toch ergens toch, weet ik veel, een soort van hulplijn is naar een hulplijn voor mensen die bepaalde mentale problemen ervaren momenteel in hun leven, dat ze toch kunnen bellen als het moet. Want dit kan toch echt wel een serieuze impact nalaten op mensen die echt met problemen kampen in hun leven momenteel. Dus hopelijk zit dat wel inbegrepen. Ik hoop echt van harte dat dat het geval is. Moest ik bijvoorbeeld nu hier even, om terug op de gameplay te komen, een spade hebben, kan ik ook veel makkelijker door deze puinhoop doorgeraken en die andere kamers daar checken. Want ik heb ook effectief maar een bepaalde hoeveelheid tijd 's nachts. Als ik niet op tijd terug ga, ga ik echt uitgeput zijn of denk ik zelfs onderweg kunnen in de problemen geraken. Dus ik moet het eigenlijk... Oh shit. Hello, don't be afraid, I'm just looking around. Zeg die kerel, hè. Is die dan zelf aan het pikken? Ik weet het niet. Het kan zijn dat je soms echt andere looters ook tegenkomt, hè. Dus ja, er kan van alles echt wel gebeuren. En op die manier probeert je toch misschien best van op alles voorbereid te zijn.
Ik ga nog die herbs pakken, maar die electric parts blijven liggen, want die gaan te veel ruimte in pakken. En overal is puin. Ik raak hier nooit op tijd door. Nooit. Wat ik zal doen is... Oh, wacht. Wat kan ik hier doen? Want hier kan ik wel voorbij die puin op geraken natuurlijk. Ah, wacht. Ik ben zo binnengekomen, juist. Sorry. Kan ik hier naar beneden iets halen of zoeken? Eens kijken. Ach, weer een puinhoop. Ongelooflijk. En weer een puinhoop. Oh, te veel puinhopen. Goed. Wijze raad maakt dat je... Oh, wacht. Dat gaan we wel open doen, die barricade. Dat gaan we wegdoen. Maak dat je echt wel een spade of zo mee hebt om toch sneller doorheen zulke dingen te geraken. Dan kan je veel meer looten ook s'nachts. Of toch belangrijkere dingen vinden, zoals medicijnen, eten enzovoort. En ja, mijn tijd is hier bijna op. Hè. Je ziet het. 4:40 en voor onze let's play eigenlijk ook. We gaan teruggaan. Hopelijk is het een beetje goed afgelopen. Er zit ook combat trouwens in, zoals je kan zien. Ja, dat is nu even de tutorial die je ziet. Maar het is dus mogelijk om ook te vechten. Ah, lap. The dawn is caught, Pavli. It will be harder to return. Eens kijken wat er nu gebeurt, precies. Hopelijk niet al te veel problemen. Ik denk ook dat hij nu meer uitgeput gaat zijn. Ik had moeten rapper teruggekeerd hebben. Dus je ziet ook opnieuw, als ik blijf babbelen, de tijd stopt niet. Ik kan daardoor in de problemen geraken. Ah, goed. There have been some problems, but we hope Pavli will soon be back. Pavli is gewoon nog niet terug. Dus we hebben alleen Katja en Bruno. En Katja die is very hungry nu. Dus die heeft nog meer honger. Dus daar moeten we zeker iets van eten voor beginnen maken. Dat gaan we ook meteen nu doen trouwens. En ook afsluiten. Als je geïnteresseerd bent in deze game... Hij is uit, normaal gezien. Dus hopelijk vergaat het jullie even goed of zo niet beter in deze oorlogsscenario's als het bij mij ging de eerste keer. Want ik heb echt wel serieuze problemen ervaren. Om niet te zeggen, al mijn survivors zijn gewoon doodgegaan uiteindelijk. Voor meer informatie ook kunnen jullie altijd naar de site zelf gaan natuurlijk van This War of Mine. Jullie kunnen mij altijd een bericht sturen als er vragen zijn. Twitter, Facebook... Allemaal mogelijk. En dan zie ik jullie hopelijk in een volgende video terug. Bye bye.